Er bestaan geen vaste tarieven voor het ereloon van de architect. Maak daarom van bij het begin duidelijke afspraken en neem die op in je overeenkomst. Er zijn verschillende manieren om het ereloon te bepalen. Een percentage van de totale bouwkost of van de geraamde prijs, een forfaitaire prijs of een prijs op basis van een uurloon. Bij verbouwingen wordt ook vaak een combinatie van deelforfaits en prestaties op basis van een uurloon toegepast. Het allerbelangrijkste is niet de hoogte van het ereloon, maar een goede afspraak over wat de architect voor jou zal doen en welke vergoeding daar tegenover staat. De juiste taken toevertrouwen kan je nadien duizenden euro's besparen. Wanneer de architect ook de rol van stabiliteitsingenieur, veiligheidscoördinator, EPB-verslaggever of ventilatieverslaggever op zich neemt, wordt hij hier apart voor vergoed. Je maakt dan ook best een aparte overeenkomst voor deze taken. De betalingen zelf gebeuren meestal in schijven, naar gelang het geleverde werk. Gebruikelijk is een voorschot aan het begin van elke fase en het saldo aan het einde ervan. Deze fases zijn bijvoorbeeld het voorontwerp, het indienen van de stedenbouwkundige aanvraag, de prijsaanvraagfase en de opmaak van het uitvoeringsdossier. De controle van de werken en de oplevering gebeurt meestal in kleinere stukken, bijvoorbeeld per werfbezoek. Voor alle prestaties na de voorlopige oplevering zal de architect meestal op uurbasis werken. De architect is zoals alle bouwpartners 10 jaar aansprakelijk. Belangrijk om weten is dat dit geen gratis 10 jaar dienst na verkoop betekent. Als je bijstand wenst bij bouwgebreken die zich manifesteren gedurende die 10 jaar, dan zal de architect je graag hierin bijstaan en meezoeken naar de oorzaak van het probleem en een oplossing voorstellen. Spreek ook dan vooraf af wat de vergoeding hiervoor zal zijn.